Wees waakzaam, leef conform met Gods woord. Elke Christen wordt uitgedaagd om zijn of haar leven dagelijks in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat hij of zij niet het slachtoffer wordt van grillige praktijken die in onze samenleving hebben plaatsgevonden. In de schrift staat: maar vermaan elkaar dagelijks, terwijl het vandaag wordt genoemd, zodat niemand van jullie gehard wordt door de bedrieglijkheid van de zonde. Want wij zijn deelgenoten van Christus geworden als we het begin van ons vertrouwen standvastig houden tot het einde toe. Hebreeën 3, 13, 14 Les: Het christendom is een doorgewinterde religie die gebaseerd is op de levensstijl van Jezus Christus. Christenen moeten de religie met volledige toewijding beoefenen. We moeten de schriften naar de letter volgen en we moeten leven volgens Gods standaard. Aangezien het christendom een pelgrimsproces is dat naar God leidt, moeten de gelovigen voorzichtig zijn met het observeren ervan. We kunnen niet losjes zijn in het geloof en de Bijbelse principes in gevaar brengen, we moeten opkomen voor de gerechtigheid. Ook mogen we niet toegeven aan enige verleiding en/of vervolging. We moeten gevoelig zijn en biddend zijn om elke omstandigheid die ons geloof in Jezus Christus in twijfel trekt onder ogen te zien en te overwinnen. Het is belangrijk dat wij christenen vertrouwen op Gods kracht om onze uitdagingen te overwinnen. We moeten biddend zijn en dagelijks vragen om de invulling van de Heilige Geest. Bidden: Lieve God, ik ben een christen en het is mijn keuze om recht op te staan en te voldoen aan de Bijbelse eisen. Het is mijn verlangen om een toegewijd leven aan u te leiden. Ik wil mijn geloof niet in gevaar brengen onder welke omstandigheid dan ook. Ik wil geen populaire opinies volgen die tegenstrijdig met de Bijbel, maar ik wil opkomen voor de gerechtigheid en doen wat u van mij verlangt. Geef me alstublieft kracht door uw heilige Geest om een echte christen te zijn. Zeg me met genade dat ik aan uw hemelse mandaten moet voldoen, zodat ik me op de laatste dag met u kan verheugen. Doe ook mijn wegen op aarde goed zodat ik gemotiveerd kan worden om u meer te dienen. Want in de naam van Jezus Christus doe ik mijn verzoeken. Amen.